We staan hier boven op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West. En die zit hier sinds kort. En hier is een vrij groot gebied. Het is voor een waterzuiveringsinstallatie compact gedaan. Maar niettemin strekt het zich 1200 meter naar die kant uit. En dan zien we allemaal die cilinders, die grote bakken, waarin het water successievelijk wordt gezuiverd. Het had heel goed gekund dat het alleen maar van die kale cilinders waren. Dat had iedereen prima gevonden, zeker hier in het westelijk havengebied. Maar de opdrachtgever Waternet vond het toch belangrijk dat er iets bijzonders werd gebouwd. Iets architectonisch. En dat is op verschillende manieren gebeurd. We staan hier boven op een gebouw waarin zowel kantoren als waterzuiveringsinstallaties zijn verenigd. En dat is bijzonder omdat dat zuiveringsproces wel stank veroorzaakt. En het is nu toch samengebracht in een heel mooi kantoor. Opvallend is hier de vele fides, waardoor je altijd weet waar je bent en ook steeds uitzicht naar buiten hebt. En dat zorgt voor een paar hele mooie ruimtes. Daar aan het eind van deze trap, die op zichzelf ook al bijzonder is omdat hij iets staps toeloopt, is het kantoor. En dat zit in een prachtige ovale ruimte. En hier beneden loopt een hele mooie trap zo naar de portier toe. En ja, overal heb je dus van die doorstekende files. Hier, daar, overal. En daarboven heb je dan de kantoren langs de reling. En in deze kantine, die op zichzelf ook al een bijzondere ruimte is, daar is het half hoog, hier heb je weer zo'n fide, staan tafels van Piet Ein Eek. Ze hebben iets van een stamtisch. Dat is ook zo bedoeld om die 18 medewerkers die dit bedrijf telt bijeen te brengen. Ja, het is dus echt een heel prettig, mooi kantoor met één kanttekening en dat is het vele glas. Daardoor kun je steeds naar buiten kijken wat prettig is. Maar het is nu maart en ik sta hier al met het zweet onder mijn oksels. Het is hier erg warm, nu al. En verder is er ook zelfs een landschapsarchitect, Bruno Doedels, aan te pas gekomen om het hele terrein vorm te geven. En hij heeft allerlei verschillende soorten bomen laten planten. En allerlei soorten stenen her en der verspreid. Het is een landschappelijk vormgegeven gebied. En het is erg mooi gedaan. Bijzonder is ook verder dat langs de weg, langs de hoofdweg, drie zwarte cilinders staan. Waar het water wordt gezuiverd. Waar het slip wordt verzameld en indroogt. En daarvoor is een installatie gehangen waar het eindproduct uitkomt. Het zuivere water. Je ziet gewoon duidelijk waar het voor is. Het maken van helder water uit ons rioolwater. Het is een heel mooi voorbeeld van sprekende architectuur.